Berno Ruiken werkt in hal 3 bij WDO. In zijn vrije tijd is hij druk met zijn hobby, manden en stoelen vlechten. Wat ga je nu doen? De spullen uit water halen. Maar die moeten zoveel tijd weken als ik niks doe. Ja. Dat is niet breekbaar, of niet buitenaan. Oh, oké. Okay. Dus dit heeft al een bepaalde tijd in water liggen. Ja. En dat is echt, dat moet, anders kun je het niet gebruiken. Nou, dit is dan de plek waar je op werkt, zeg maar. Ja. Jouw werkstoel, ja, zeg maar. Ik klem me zo vast. En pak ik er eentje bij. Die schuif ik zo erbij. Want anders kan het niet goed afklemmen. Oké. Okay. En Berno, wat voor dingen maak je eigenlijk allemaal naast manden? Wat voor dingen maak je nog meer? Ik doe stoelenmaten en mandjes vlechten en allerlei modellen wat ik zelf in gedachten heb. En daar kun je heel ver in gaan. Dus je kunt steeds weer ook een nieuwe vorm bedenken of, ja, een nieuwe... Ja. En zo blijf je jezelf eigenlijk ook een beetje uitdagen natuurlijk, ja, hè? Dat het niet allemaal hetzelfde blijft. Ja. En wat maakt het nou zo leuk? Kun je dat omschrijven? Ja, het is gewoon een hobby wat ik gewoon leuk vind. Het is gewoon een leuke bezigheid om het te doen.